In het Friese Gorredijk begin 1900 waren er zogenaamde huiskamerkroegen, waar de kroegbazen hun eigen Gorredijkse drank brouwden. De Gerard Brons Berenburg en de Jonge Jenever worden tot op de dag van vandaag nog steeds bereid volgens de oude tradities van de firma Brons. Dit bedrijf was gevestigd in de Hoofdstraat in Gorredijk, maar tegenwoordig worden de dranken door Boomsma in Leeuwarden gemaakt. De kleur is mooi bruin. Het heeft de geur van zoethout en iets kruidigs. De smaak is vol en kruidig met een zoete ondertoon. Het kan heel goed puur gedronken worden en kan zeker ook gebruikt worden als toevoeging bij diverse cocktails of bij een traditionele Friese kruidkoek. Proost!